Yo guys, Letch hier met vandaag een nieuwe video en vandaag gaan we verder in Minecraft Hardcore. En zoals je ziet, zijn wij hier effectief niet gebleven. Nee, dat klopt. Ik was in de mine gebleven, maar ik was weer al op een cave gekomen. En ik dacht van ja, kijk, dat wil ik liever in de video houden. Dus ben ik naar de nether gegaan. Heb ik wat nether quartz gemined. En ook een wither skeleton tegenkomen. Want ja, ik was zoveel nether quartz aan het minen dat ik niks meer vond in de buurt van onze nether portal. Dus ja, heb ik gewoon effectief helemaal naar Nether Fortress gewoon gegaan en daar wat verder gaan minen. We hebben trouwens lekker veel patatten. Ik denk niet aan onze farm groter moeten maken of zo. Geef dat terug. Zo. 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 Oké, dus we zijn even nieuw eten aan het maken. Dat kunnen we straks eten. Ik heb ook wat magma cream gevonden. Dat is ook wel mooi. Jo. Een stone sword van een wederskelten. Zoals ik al eerder zei. 1 minuut geleden. Bedankt, Gletscher. Ik heb ook een nieuw schild gemaakt. Omdat dat van ons al een beetje begint te sneuvelen. Ik was vandaag aan het denken om het huisje voor een enchanting room een beetje af te maken ofzo. Als we daar effectief een huisje voor gingen maken. Waar is mijn ex naartoe trouwens? Mijn ex is hier. Ik kan wel wat repairings gebruiken. Oké, dat werkt niet zo. Zo dan. Ik ben te lui om een nieuwe te maken, wacht. Ja, oké, rot op. Ik ga er geen enchanting levels voor betalen. Dat zie je van hier. Kan ik even stoppen met tijd verspillen? Het wordt nacht en ik wil endermens gaan hunten. Zo. Oké, ik heb de diamonds. De diamonds. Zo. Nieuwe schoenen. Zo, holy shit. Cover me with diamonds, dat denk ik er ook over. Zo, even een beetje eten. En dan gaat het regenen natuurlijk. Oh. Dat is het beste feature in heel Minecraft. Met een beetje geluk spawnt er een slime of zo. Is wel episch. Oké. Fortune 3! Het is alleen Fortune 3, maar dat maakt niet uit. Fortune 3 is fucking lit. Oké. No. Wacht even. Oh shit. Oké. Dat zijn er heel veel. Motherfucker. Oké. Ah, maak terug naar binnen. Oké. Ah, maar ze gaan allemaal hier vast. Oké, dat is nog wel een vies goed idee. Dus ik laat ze gewoon eerst naar hier komen. Zo. En dan zitten ze hier vast. Outstanding move. Dat is het, denk ik. Maar ik denk eigenlijk ondertussen wel genoeg phantom membrane heb. Oh fuck, ja, I ruined it. Oké, dan gaat het slapen voor een andere keer worden. Ah. Au. Met een beetje geluk. Fucking hell. Fucking drowned. Vallen die dingen zie je ook onder het water aan of niet? No! Oh my god, dat is echt zoiets PewDiePie op mijn krop springen. Oké. Yes. Boom. En we gaan die toch opfikken als het goed is. Oh shit. Oeh. Oh, ik dacht eigenlijk dat ik dat ging raken. Maar goed, 5 Phantom Membrane als het goed is. Als ik weet waar ik dat heb gelaten. Mijn neus is zo half verstopt. Ken het, dat is fucking lastig. Aha, ja, hier. Oké. Dat zal normaal gezien wel genoeg moeten zijn. Put. Oh, ik heb een Fortune 3 pickaxe gedropt. Verdoemen. Dat moeten we niet doen. Dat moeten we niet doen. Oké, but. Ah, ik heb even wat meer. Ik heb letterlijk nog 1 lapisje nodig. Nee.
Okay, boeien. Ik pak dan wel één stack mee of zo. Juist, dat ging ik ook wel doen, wacht hè. Zo. Oké. Zo. Ja, boeien. Dan ging ik hier een chest plaatsen en dan ging ik zo alle enchanting stuff daarin doen. Dat leek me wel handig. Oké. Yes. Haha. Allemaal leuke zwaardjes. Maar daar draait deze episode niet rond. Oké. Oeh, Napstrider. Kijk deze shit. I'm speed. Damn. Oké, niet zo snel, maar het concept is dus dat je snel over blokken in water kunt lopen. En Protection 3, dat is ook fucking dik natuurlijk. Maar nu deze. Deze man. Yes! Oh! Protection 4. Oeh. De rest was nog unbreaking. Yes! Oh, that's hot. Oh, that's hot. Ja. Yeah. Oké. Okay. Armor, je hebt ons goed gediend, maar het is tijd om... Oh, Protection 4 time chestplate. Jijkers. Oké. Okay. Doe maar even terug normaal, Gletscher. Godverdomme. Oké, okay, nu gaan we onze bogen samen doen. Wacht, ik ga alles even verhuizen. Ik ga even deze pickaxe gebruiken. Oké, okay, ik hoor al mensen denken... Verspilling! Ja, dat is dat nog. Oh, Protection 4 en Thorns 2. Thorns, dat betekent als iemand u aanraakt, dat hij zo zei van... Auw, raak... Ja, dat zijn Thorns. Je snapt het. Oké. Power 5. Yikes. Power 5 Infinity. Oké. En dan even kijken hoeveel het kost om dit zwaard te repareren. Oké, perfect. Dat is goed genoeg. Oké, dan hebben we even wel niks meer van levels. Maar dat maakt niet uit. Ik voel me al een stuk veiliger in de diamond armor. Dus het is echt wel stevig armor. Is het wel jammer genoeg geen... we hebben wel geen featherfalling meer nu, maar oké, dus... Ah, ik heb wel nog een goede pickaxe mee, gewoon iron pickaxe, want ik kan niet alles wegmijnen met mijn fortune. We moeten niet gaan overdrijven. Huh? Ja, ik neem er al 4 pickaxe mee ofzo. Ah, nu is ons huisje al wel leeg hier. Ja, oké, ça va. Zo. Ik zweer het, we moeten echt niet meer te veel risico's nemen, want... Als we nu doodgaan, dan zou het zo zonde zijn, hè. Dan zou het zo zonde zijn. Oké. Okay. Ah, juist. Ja, wacht. Ik moet mijn diamonds nog weg gaan minen. Dat was ik al bijna vergeten, trouwens. De diamonds die we vorige aflevering hebben gevonden, moeten we ook eventjes weg minen. Fuck off. Ja, geef mij die experience meer. Son of a bitch. Voilà, oké. Okay. Dan ga ik even teruggaan. Zo. Dat was hier ergens, als het goed is. Aha. Ah, fuck, mijn armor. Yes! Oké, okay. Dat was eigenlijk mijn shield. Ah, nog 6 ender pearls. Oké, okay, ik was even van, oh fuck, ik heb mijn shield niet gepakt, maar al gelukkig was dat 2 blokken hoog. En ik had ook nog een waterbucket, dus het viel wel nog mee. Oké, okay. Fortune 3! Yeet! 17 diamonds! Yes! Ik kan al full diamond armor maken en meer onnodige shit. Yo, that's fucking lit, bro. And sisters. Safety diamonds. Nee. What the fuck? Ja, ik heb geen diamonds meer nodig. Ik heb... No, no, no. Deze kan niet. Deze kan niet. Ja, dat is wel typisch lastig als je natuurlijk geen shield aan hebt.
Zijn dat dezelfde? Nee, dat zijn niet dezelfde. Oh my god. Ik ga zoveel haat krijgen dat ik zo gelukkig ben. Ik ben ook gelukkig, eerlijk zijn. Ik heb inderdaad gewoon veel te gemakkelijk die strongholds gevonden. Maar op zich, ik heb ook wel af en toe wel dikke pech gehad in deze wereld. Oeh. Ah, Infinity Bow. Gast. Pak terug. Oh. Stel je voor, hier nog meer diamonds. Oké. Wat zou erop staan? Feather Falling 2, dat is niet slecht. Jammer dat het gold is. Oké. Maar goed, hier, het draait hier toch wel om. Oppassen, Gletscher. Oké, we hebben dus nog een heel mooie cave om hier te exploren. Maar gold, hello. Ah. Son of a bitch. Ik heb hier nog wat netherrack. Van in de nether natuurlijk. Van waar anders, hè? Nou, oké. Rip die gold. Zo. Ah, het zijn er precies wel maar vier. Ja, maar op zich. Met mijn Fortune 3 wordt het wat meer natuurlijk. oké. Okay. Oh, Fortune 3 is zo fucking lit, hè. Damn. Oké. Okay. Oef. 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 We hebben 20 diamonds. Oké, okay, het is er sowieso al meer dan één. Zijn er maar twee? Oh, oh, what the fuck doe ik? Sorry. Boop. Niet doen. Het zijn er maar twee, precies. Oké. Okay. Oké. Okay. Down hype is real. Sorry. Oké. Okay. Maakt niet uit. Oké, okay, beter. 29 diamonds. Nog steeds niet slecht. Wel jammer natuurlijk, maar oké. Okay. Ik even hier zo, dan weet ik dat... holy shit. Kan je eens een keer kool minen? Oké, okay, dat is heel mooi om te testen trouwens. Hoeveel kool ga ik krijgen als ik dat doe met de Fortune Pickaxe? Nee, deze wordt belachelijk. Oké, okay, ik had hiervoor nog niks. Hè. Ik hoor sommige mensen... Ik zie het aan sommige mensen in ogen gewoon pijn doen dat ik een Fortune 3 gebruik voor wat kool. Maar op zich, ik wou het gewoon eens testen, maar één keer maakt dat niet uit ofzo. Ah, oh, Fortune 3. Oef. En? Yes, al meer dan de stack. Lekker. Level 10. Oké. Okay. We moeten gewoon terug aan level... Als ik deze video aan level 33 raak, dan kan ik mijn twee andere stukjes ook enchanten. En dan hebben we full enchanted diamond armor. En ik denk ook gewoon dat ik gelijk een diamond sword ga maken, nu we toch bezig zijn. Oh, oef, oef. Ook gewoon al iron. Experience is experience. Waarom moet ik anders doen met die kool buiten alles opbranden? Oké. Okay. Nou. Zo. Ik zou het heel disgusting vinden mocht hier nog meer diamonds zijn. Maar ja, dat is natuurlijk goed voor mij, man. Er zullen wel een paar gefrustreerde zielen zijn, hè? Oké. Okay. Laat ik hier even alles onder water zetten. Zo. Alles een beetje oplichten, natuurlijk. Zo. Lapis. Dat pak ik wel mee. Oeh. Zo, oké. Geef mijn dingen terug. Mooi. Ik denk niet dat we nog meer diamonds gaan vinden, maar op zich hebben we er niet echt meer nodig, dus... Dat zou niet zo'n grote ramp zijn, maar ja, hoe meer diamonds natuurlijk, hoe leuker, hè. Oké. Okay. Oef.
Oké. Nice. Oh, man. Ik ben hier niet voor voorbestemd. Maar het blijft toch altijd zo, nog altijd wel stressy om zo. Om overal in te minen. Want ja, het blijft wel hardcore en zo, snap je? Dus ik wil, zeker als je zo ver zit niet en dan zo op zo'n stoeme manier doodgaan. Ja, ik wil het niet meemaken hoor. En het kan natuurlijk altijd gebeuren, want ja, ik blijf gletsjer, dus. Oh, stel je voor, ik had vroeger mijn Fortune 3 daarin getiefd. Eet. Had ik mijn eigen echt gewoon, had ik ermee ingesprongen. Oké, okay, dat is niet waar. Op zich zou het zo'n grote ramp zijn, mocht ik nu de Fortune 3 kwijt zijn. Eigenlijk niet, want ik heb de 29 diamonds al. Ik kan zelfs twee setjes maken nu. Oké. Okay. Mooi. Nice. Lekker. En we hebben ook nog even rustig een Enderman meegepakt. Zo. Enderpeurlke. Waarom niet? Oké, okay, hier is dus niks. Dan pak je dat maar wel nog mee. Want gewoon. Nu moeten we gewoon heel tijd aan level 30. Oeh. Maar dat zijn de killers, hè. Zo één blokje, fucking hell. Oké. Okay. Hier is fucking veel kool, dat pak ik allemaal wel mee. Dat is gratis experience. Dan ga ik straks nog even boven de grond. Dan ga ik offscreen nog wat stripminen. En hebben we hopelijk tegen de volgende episode... ...ga ik proberen voor level 33. Zodat we nog eens twee keer level 30 kunnen enchanten. Man. This shit ain't safe, Gletscher, what you're doing. En dan ga ik misschien een diamond sword minen. En dan moeten we gewoon endermans hunten. Wat potions maken. En dat is het, denk ik. Dan kunnen we naar de ender dragon gaan. Oh, dat is... Holy shit, nu komen we toch wel dichtbij de ender dragon en zo. Dus. Vette shit nog wel. Ik hoop ook echt dat ik die fight dan win. En als ik de fight niet win... Ja, dat, ja, mijn disappointment gaat immeasurable zijn. Niet alleen mijn, denk ik zelfs. Dan gaan we heel veel mensen zijn, ah, oh, fucking hell, serieus. Hoe kunt u dat verliezen, kom op. Dan ga ik zo zeggen, ja, maar dat is fucking moeilijk. Ah ja, hier kom ik er juist van. Nog wat gold. Geef mij zoveel mogelijk ores of weet te veel. Ik wil give me everything. Ik ga waarschijnlijk ook niet meer naar de Nether gaan. Misschien mocht ik nog blaze powder nodig hebben natuurlijk, dan wel. Maar ik denk het niet. Ik denk het oprecht niet. Dit is ook een video waar ik rustig aan het minen ben. Ja, hier is nog wat kool, dat pak ik ook mee. Kool, maar goed bezig. Iron natuurlijk. Oh jij fucking Minecraft noob. Hoe kun je het verschil nou niet weten? Verdomme. Oké. Okay. It ain't much, but the coal, it's honest work. Ja, coal heeft niet eens altijd experience. Dat is ook nog wel fucking gay. Ik mag gay zeggen, Pride Month is over. Als alle bedrijven ineens stoppen met al die gay shit, dan neem ik de game gay shit over. Snap je? Logic nul, maar oké. Okay. Ik vind het trouwens wel een leuke meme. Zo, de Pride Month is over memes. Ah ja, van Reddit dan. Mocht je daarop zitten, worden zo heel veel memes gemaakt van... Oh, Pride Month is over. En nu gaan alle bedrijven... De LGBT... Of ja, ik heb een beetje opgefuckt met de letters. Maar is dat welke community dat ik bedoel, hè? Het is zo'n meme dat zij nu die community laten vallen. Dus een leuke meme. Ik vind het een leuke meme. Oké. Okay. Ah, oh, man. Gold. Dan kunnen we ook die notch apple maken. Dat is ook nog wel episch. Ik ben even hier gewoon... Oké, dat is vrij hoog, niet? Ja. Ik hoop dat ik nog een enderman tegenkom of zo.
deze keer wel niet vergeet, mijn shield. Want dat had wel anders kunnen aflopen als het niet hoger dan 2 blokjes was. Level 15. Oké, we zijn letterlijk in de helft voor naar level 30 te gaan. Oh my god. Power 4. Oké. Als ik heel deze cave system heb uitgekampt, dan ben ik weg. Dan ga ik ergens anders strip minen. Om daar wat te feesten. Ah. Oké, al gelukkig heb ik nog 2 pickaxen. Dan gaan we zo boven de grond en dan gaan we daar wat potions maken. Kijk, en Netherward farmpje beginnen. Ook, ook. Oh, maar heb ik fucking Sol Sand? Ja, ik denk het niet. Ah, shit. Oké. Dan zorg ik ervoor dat ik tegen de volgende episode Sol Sand heb en dan kunnen we breeden. Breeden? Wat zeg ik nu? Potions maken natuurlijk. Ik heb trouwens wel lekker veel kool. Oh, ik kan het niet geloven. Ik kan het niet geloven dat ik zoveel diamonds heb. En dan gewoon de full diamond set. That's fucking hot. En nu moet ik normaal gezien ook wel wat minder stress hebben voor tegen Endermans te vechten. Want protection 4 op een diamond chestplate. Niet slecht. Niet slecht. Ik was van, ah, toch wel een beetje stress toen ik zo die torrents 2 ging pakken. Maar ja, kijk, af en toe moet je risico nemen. En zie wat ik fucking had. Motherfucking level. Oh, oké. Okay. Het is naar hier. Ja, ja, ja. Oeh. Ik had gewoon protection 4, dus vies OP. En protection 3 op de boots. Ook niet slecht. Misschien kunnen we dan ook nog een diamond sword maken. En ik zeg u, als we onze full diamond hebben en zo, dan is het gedaan met minen. Dan gaan we alleen nog maar Enderman hunten. En ja. Gekke shit. Gekke motherfucking shit. Oh. Man, man, man. Juist, ik kwam aan hier. Ik had, ja, ja. Oké, we outta here. Dan ga ik de volgende video een andere kant op minen. Gewoon hier ergens naar links of rechts of zo. En daar een beetje chillen. Oké, we zijn wel heel lucky geweest met de diamonds. Alles mooi level 30 enchanting. Ja, alles loopt van een leien dakje tot hier toe. Ah ja, onscreen loopt van een leien dakje. Ah, we gaan gewoon recht. Ik ga gewoon offscreen recht door minen. Dat ga ik doen. Ik ga sowieso ook wel offscreen oefenen tegen de Ender Dragon. Want ja, ik kan natuurlijk niet zonder eerst even te oefenen of zo in een survival wereld. Of ja, in een creative wereld. Dan snapt het, hè. Dan weet ik zo'n beetje wat ik moet verwachten. Hoe ik het ga aanpakken en zo. Zo die shit, ja. Want ja, Ender Dragon. Het Ender Dragon zelf is eigenlijk niet zo'n groot probleem. Het enigste grote probleem is zelf. Is die pilaren, zo die held dinges. Die uitschakelen. Dat is het grote probleem met de Ender Dragon. Nu ook zeker dat ze van die metal cages er rond hebben gezet. Dat zijn echt wel de massief grote naai-acties. Goed. Ik ben hier boven de grond. Ik ga met mijn overdreven veel kool. Ga ik een koolblok hier ingooien. Zo. Oké. Dan 1, 2, 3. Nee. Ja, oké, okay, boeien. Jullie snappen wat ik wil doen. Oké. Okay. Mooi, dan hebben we weer een mooie vangstkool. Dan ga ik een blaze rod omzetten in blaze powder. Boom, tweede Eye of Ender. Damn. 2. Dus we moeten nog 6 dingetjes killen. Nog 6. Dat is niet zoveel meer. Ik weet niet, zou ik hier nog een huis verbouwen? Ik weet het niet. Maar wat ik ook al ga doen, even. Is. Het volledig setje. En alle diamonds hier nog in gooien. Zo. Blast protection. Dat is niet slecht. Oké. Okay.
Protection 4. Ja. En Blast Protection. Ah, dat is episch. Dus, ik hoop dat hij niet weggaat tegen dat ik level 30 heb. Anders zou dat wel zuur zijn. Zo. Ik heb ook al zitten denken. Ik heb mijn Blaze Rods. Zo. Ik heb sowieso nog 6 nodig. Zo. Voilà. Die 6 zijn we nog voor de 6 andere Eye of Enders. En zo. Dit is dan voor... Laat ik een andere kist stoppen. Voor de dingen. Voor de brewing shit. Nu heb ik Netherward. Dat is wel de vraag. Ik hoop van wel. Anders moet ik nog achter Netherward gaan. Nou, zeg alsjeblieft dat ik Netherward heb. Dat kan niet dat ik geen Netherward heb. Hoef. Hier is het. Oké. Maar ik ga deze video afsluiten. Juist. Boom. Oké, epic. Dan kunnen we misschien ook gewoon een diamond ding op plaatsen ofzo. Maar ik ga deze video wel afsluiten. Dus vond je het weer leuk? Was het een blauw ruimpje omhoog? Abonneer de volgende keer. En de volgende keer gaan we verder in Minecraft Hardcore. En dan gaan we potions maken. En ik zeg ciao.